Welkom, Sylvie. Ja, dankjewel. Ik vind het, uh, we hadden het natuurlijk net off-camera over, ik vind het echt ontzettend leuk dat, uh, dat je hier tijd voor wilde vrijmaken. En ik vind het fantastisch dat je hiervoor naar Duitsland gekomen bent. Ja, we eens even wat uurtjes in de auto, maar ja. uh, ik vind het wel heel erg leuk. Omdat ik denk dat, mijn kijkers weten dat ook, ik heb dat vaker benoemd, dat, uh, dat ik het heel leuk zou vinden om jou uh, een keer te mogen interviewen. Dus uh, allereerst ja. daar sowieso dank voor. Ik voel me vereerd. Ja, nou gelukkig. Um, we hadden het net over, je, kent, je hebt iets van het concept gezien. Ja. Er liggen een aantal kaartjes. Ik begin altijd met de eerste vraag. En dan uh, gaan we elkaar om en om een, uh, een vraag stellen. Klaar voor? Ik ben er klaar voor. Top. Oké, okay, um, voordat we met de aflevering beginnen wil ik heel kort even iets vragen. Uh, we zijn met Open Kaart genomineerd voor de Televisering Online videoserie. Ik zou het enorm waarderen als jullie zouden willen stemmen op ons op Open Kaart. Oké, okay, we gaan beginnen. Ik ga stemmen. Ja? Ja. Top. Dat is één erbij. Um, Oké. Okay. Is Sylvie Meijs allereerst een product of een mens? Sylvie Meijs is allereerst een mens. En ik geloof dat ik, toen ik mijn carrière ging opbouwen, mijn ambitie heel groot was en is. Ja. Want... Het is een droom om vanuit hè, hoe, ik, hoe ik begonnen ben met acteren en presenteren. Dat je ooit van jezelf zou kunnen zeggen. Ik heb uit mijn naam en uit mijn zijn yeah. een brand opgebouwd. Yeah. Hè, een, een, een imperium, zou ik yeah, maar zeggen. Nou, maar dat, dat is, is iets het. wat ja. je hebt. Dream big. En dat is als je begint en je bent ambitieus, is dat natuurlijk automatisch iets wat je als doel hebt. Yeah. Maar wat ik wel heel erg geleerd heb, is dat ik dat fantastisch vindt, ik ben er trots op. Maar ikzelf en niemand moet vergeten dat je allereerst mens bent. Ja. Met gevoel, um, met je eigen gezondheid waar je op moet letten, um, met je eigen well-being. Ja. En uiteindelijk kan je alleen maar dat product zo in die markt zetten, zoals je het wil, als je met jezelf gelukkig bent. Dus je moet jezelf wel eerst... Ja. Als mens zien, want, want anders kan je er ook echt niet van genieten. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat het um, ook moeilijk is... om de balans te vinden in wie je bent gewoon als mens. Gewoon als, als, als Sylvie thuis, privé, met je vrienden. En dat merk wat, er, wat zo groot is. Ja, en weet je wanneer ik dat echt merk? Als ik bijvoorbeeld dingen in mijn leven meemaak die privé zijn... en ik, ik bespreek dat bijvoorbeeld met mijn team. Ja. En... He, mijn manager Marina um, is iemand die natuurlijk erop let dat ik ook als mens gelukkig ben, yeah. maar die mij wel daaraan herinnert: van oké okay, Sylvie, dat kan jouw keuze zijn, maar weet wel dat ik zeg maar een Aldi yeah. uh, zo'n enorme deal met jou heeft, omdat je dat image hebt, yeah. um, daarvoor staat. Dus het zou niet slim zijn als je bijvoorbeeld nu, ik weet niet wat uh, voor gekkigheid zou gaan doen. Nee. Niet dat ik het wil, maar je wordt er wel aan herinnerd. Dus dat betekent eigenlijk dat vrij zijn is een heel relatief begrip ja. op het moment dat je eindelijk daar bent waar je al die jaren van gedroomd hebt. Ja, dus er zijn altijd offers die je moet maken. Ja, en maar zit daar dan niet een soort van. Uh, uh, wat als je kijkt, bijvoorbeeld hoe. Ik, ik ga natuurlijk enorm researchen. Ik denk dat dat iets voor mijn tijd is geweest. Maar hij was natuurlijk ooit het flipo nieuws Ja. Uh, toen <laughs> hoe oud kom... was jij toen? Ik weet het niet. Hoe lang is dat geleden? Nou ja, dat was uh, uh, einde jaren negentig. Ja, uh, toen werd ik 2000. geboren. Och, stop het nou. <laughs> ik kom uit 98. Ik vond je aardig. <laughs> Kut. Uh, ik, kom, uh, ik kom uit 98, ja. Dus ik heb dat denk ik net gemist. Maar daar... Begonnen, denk ik. <laughs> oh mijn <my> god. <laughs> Dit is een <te> stuk confronterend. <laughs> Snap ik. Nee, maar ja, het is wel echt het begin van. Kijk naar wat je nu dan allemaal hebt gedaan. Dus uiteindelijk is dat natuurlijk te gek geweest dat, dat je dat hebt, toen hebt mogen doen. Absoluut. En, maar had, had je het gevoel dat je in die tijd. Um, misschien nog gewoon soms wat qua, qua imago, hoe mensen naar je kijken, nog wat. Losser kon zijn. Of soort van dat het minder uitmaakte. Uh, want nu wat vaak natuurlijk nu mensen zeggen in Nederland, wat je dan vaak hoort en leest, is dat mensen zeggen, het is allemaal perfect, het is allemaal mooi, het is allemaal goed. Dat ja. is natuurlijk wat mensen soms, soms zeggen. Had je bijvoorbeeld, begrijp je dat mensen dat soms zeggen. Dat is eigenlijk zeggen? nog heel lief uh, omschreven. Ik hoor eerder van het is allemaal perfect, het is allemaal nep. Ja. Hè? En dat is iets wat jammer genoeg een beetje bij mensen. In is geslopen om iets wat in hun ogen als perfect overkomt, wat echt bullshit is, want wat is perfect? Ja. Weet je wel, als ik twee uur lang in haar make-up heb gezeten en ik heb een mooi licht op me um, en ik, uh, hè, ik, ik ben een vakvrouw, ik ben professioneel, maar is dat perfectie? Nee, voor mij niet. Nee. Um, en dan ook te associëren dat oké, okay, dan is het nep. Ja. Dus, maar eigenlijk is het iets, ik doe mijn werk, ik laat een bepaald stukje van mezelf zien, wat jij ook doet. Ja. Voor deze uh, productie, ja, uh, maar jij bent niet nep en ik ben niet nep, tenminste, daar ga ik van uit. Nee. Ik, bedoel, ik zie mezelf niet zo en ik zie jou ook niet zo. Nee. Dus wat vroeger zo was: van oké, okay, dat was nog zo carefree, de jonge Sylvie kreeg een kans, er ja. uh, was nog niet veel styling, er was nog niet veel over nagedacht. Um, dat was gewoon ik als jongere vrouw. Ja. We worden allemaal ouder, we leren allemaal, we weten hoe het professionele kan, beter kan. En zo, en zo ben ik ook als mens. Ik vind het leuk om elke keer weer die, weer die stap voorwaarts ja. te zetten in mijn carrière, maar ook in hoe ik ben. Ja. Dus ik vind het jammer dat mensen het zo zien. Zou ik het veranderen? Nee. En, en dat komt omdat je daar een soort van keuze hebt ingemaakt van, ik wil niet te veel. Of, wat, of hoe bedoel je dat? Nou, ja, ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten laten zien. Ik ben ook niet echt een mens die de hele tijd op mijn Instagram stories aan het praten is over alles en nog wat. Om nee. maar te laten zien hoe likable ik ben. Ik, ik weet je. Je hebt geen zin om te moeten bewijzen of zo. Dat is het waarschijnlijk. Want ik weet wie ik ben. Mijn vrienden weten hoe ik ben. Mijn familie weet hoe ik ben. Ja. En ik vind het jammer als ik telkens maar moet bewijzen dat. Oh, ik ben heel aardig. Of oh, ik kan heel grappig zijn. En ja. ik kan los zijn. En, uh, ja. Zou ik wat meer van mezelf kunnen laten zien op dat kanaal? Absoluut. Ja. Zou ik best wel kunnen. Maar op de een of andere manier. Ik weet het niet. Ik weet, het, is, het is langzaam gekomen dat ik daar een stapje terug heb genomen. En misschien komt dat wel weer. Ik heb het nog nooit echt gedaan. Hè, want nee. jij ja, volgt me al langer. Ja. Ik ben nooit de story girl geweest van... Hi guys, nu gaan we hierheen. En oh, dit... Oh, nee. Ik, ik vind het verschrikkelijk als ik heel eerlijk ben. Ja? Ja, en weet je waar ik ook helemaal klaar mee ben? Ik vind ook dat dat Instagram, dat TikTok... is toch eigenlijk alleen maar om te laten zien... hoe knap je bent, hoe sexy je bent, hoe hot je bent... mooie kleren zijn, welke tas je hebt. Ik vind het zo boring geworden. Maar doen we daar niet... In ieder geval als ik voor mezelf spreek, maar doen we daar niet allebei ja, aan mee? Tuurlijk, doe er aan mee. Maar weet je wat ik dus niet doe? Kijk, iedereen denkt: Oké, okay, Sylvie houdt van fashion, maar je zal mij nooit een unboxing op Instagram zien doen. Tuurlijk vind ik het leuk als ik een nieuwe Kelly of een Birkin heb, tuurlijk. Ja. Maar ik ga niet, ik ga niet. Ik vind het zo'n show af geworden. En ik weet, er zijn mensen die daarmee hun geld verdienen. Er zijn fashion influencers, die moeten dat misschien doen. Maar ik vind het in deze tijden waar zoveel mensen. Um... Het echt niet makkelijk hebben. Ja. Om dan maar elke keer te flaunten met alles wat je hebt. En, en ik weet, ik ben er zeker van, mensen kijken dit nu en ja. denken... Ja, maar Sylvie, uitgerekend jij gaat dit nu zeggen. <laughs> ik snap het. Maar als je echt mij volgt, dan weet je dat ik het niet doe. Nee. Zullen we naar het uh, tweede kaartje gaan? Ik vind het veel te leuk om hier... Uh, maar goed, er liggen nog zoveel Maar nu uit. mag ik. Ja, 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 nu mag jij. Kijk. Oh... Ja, hoezo ben jij zo nerveus voor dit interview? En ga je dan wel kritisch zijn als je zo nerveus bent. Oeh, um, ik, was, uh, ik was echt heel nerveus. Dat, en dat, um, ik zei natuurlijk net al, even voor voordat we begonnen met filmen, van je, ik ga natuurlijk naar Duitsland toe. Uh, wat ik net al eerder benoemde is, ik had jou al heel lang op mijn lijstje staan. Dus ik wilde jou heel uh, ja. lang heel graag interviewen. Ja. Um, en het is toch gewoon. Uiteindelijk met alle interviews die ik tot nu toe heb gemaakt, ik wil ook dat de persoon die tegenover me zit, blij is achteraf. Ja. Um, en eigenlijk 9 van de 10 keer, of nou ja, eigenlijk tot nu toe bijna alle keer is dat gelukkig gelukt dat mensen achteraf zeggen. Hey, het gek, leuk, superleuk interview. Maar dat is altijd wel een soort van druk die ik voel. En misschien nu meer, omdat ik um, ook weet dat uh, jij nou, eigenlijk gewoon niks meer doet in Nederland. Ja. Mag ik vragen waarom je er dan. Nu voelt dan wel voor heb gekozen om dit dan wel te doen. Ik moet er heel even wat toevoegen, want het is oh. fair enough dat ook de kijkers dat yeah. weten. Uh, wij hebben wat over en weer contact gehad. Yeah. Het was niet makkelijk om een datum te vinden <laughs> voor dit gesprek. Nee. Helemaal niet makkelijk. Nee. En dan heb ik het je ook op het einde niet makkelijk gemaakt. Uh, door te schrijven: van... Robert, je weet dat ik dit nooit doe. Ik doe dit voor jou. Don't make me regret it. Nee. Dat is natuurlijk ook yeah. een beetje <laughs> heftig om te lezen van iemand die je nooit hebt ontmoet. Je nee. kent mij niet. Nee. Eh, wat je net al zei, ik kom hier binnen en, en dan, ik denk dat dan alles van je afvalt. Want dan zie je mij en dan, dan weet je gewoon: dit gaat een heel leuk gesprek worden. Yeah. Tenminste, dan hoop ik. Yeah. <laughs> dat yeah. je dat dacht. Yeah, um, ja, absoluut. Ja, <laughs> zeker. Yeah, 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 yeah. Um, maar um, waarom heb ik ja gezegd tegen jou? Want ik doe echt niets in Nederland. Niet omdat ik het niet wil, maar omdat ik geleerd heb van het feit dat dit soort dingen mij altijd achteraf heel veel stress geeft. Ja, Iedereen denkt altijd: oh, she doesn't care. Het maakt daar toch niks uit. Ja, ik heb geleerd om te accepteren dat 50% het leuk vindt en 50% niet. Ja. Maar als zelfs. Een simpele column in de Grazia elke week toen en tijd toen ik dat nog deed voor headlines gezorgd heeft in de Telegraaf en op Twitter en het was hey, oh my God zoveel stress elke keer dat ik echt denk really yeah. moet dit echt zo zijn dan weet ik natuurlijk als ik ja ga zeggen tegen jou ik vind dit echt een groot compliment naar jou toe en naar je team wat jullie opgebouwd hebben met dit, uh, met deze productie want ik kijk het zelf ook heel erg graag en um, en daarom heb ik ja gezegd, want wat ik heel erg kan waarderen, en dat zie ik in jou terug, is hoe professioneel je bent, hoe, hoe warm je bent naar je gasten toe, hoe geïnteresseerd en hoe super voorbereid. Dat zie je aan alles als je jou in het werk ziet. En dat kan ik heel erg waarderen, want dat ben ik zelf ook, dat doe ik zelf ook, uit respect naar met wie ik werk. Mm. En daarom heb ik ja gezegd. En natuurlijk omdat je zo knap bent. <laughs> nou, dankjewel. Dat zijn hele lieve woorden. Ben jij, ben jij dan, als je nu dus wel dit soort dingen doet uh, voor interviews, misschien überhaupt, ben je nog zenuwachtig? Ik heb vannacht heel slecht geslapen. En ik weet niet of dat vanwege dit interview was, maar ik denk wel dat het ermee te maken had. Omdat ik. Kijk, ik heb natuurlijk best wel nu rust gehad een hele tijd in Nederland. Want op het moment dat je geen interviews doet. Kijk, ik weet dat ik af en toe een boulevard ben en een show nieuws. En dan pikken ze dat filmpje van Story. En dat doet ze. En, uh, of iemand zegt weer iets stoms in het programma. En dan is hè, dat. Ja. Maar zolang ik niet, niks zeg, kan dat ook niet heel erg heftig worden. Nee. En ik heb heel lang geleden geleerd dat niet reageren en geen erkenning geven. Aan mensen, situaties, ja. uitlatingen. Eigenlijk het meest erge is van al die mensen die het niet het beste met je voor hebben. Nee. Ja, want het negeren is, uh, de, de erkenning is wat eigenlijk zo iemand wil. Ja. En die erkenning geef ik niet. Nee. Alleen ik weet wel, ik doe dit nu met jou en natuurlijk uh, gaan er weer dingen uit, uh, uit zijn verband gerukt worden. Klaar. Ja. Ja. Uh, ja. Ik ga het volgende kaartje pakken. <klas> Oh, hier ben ik heel benieuwd naar. Wat is het geheim van een goed huwelijk en ben jij nu met dé liefde van jouw leven? Leuk. Um, het geheim van een goed huwelijk, volgens mij. is. praten met elkaar. Naast natuurlijk hè, je verliefdheid, je romance, je. je ja, dat vuur hè, laten branden. Maar al dat. Zal uiteindelijk wegvallen als je niet met elkaar praat. En dat is iets wat je ook gaandeweg moet leren. Yeah. Want bijvoorbeeld mijn man en ik, wij wonen niet samen. Dus wij hebben sowieso een soort van modern marriage, yeah. <laughs> waarbij we allebei hard aan het werk zijn. ...elkaar meestal zien in de weekends en op, en op vakantie. Hebben jullie dan wel, zijn wel dagelijks met elkaar in contact? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, en het is ook niet zo dat het echt zo strikt is. Ik bedoel, ik ben ook vanochtend weggegaan en toen, toen was hij nog daar... ...en hij werkte ja. een beetje in het appartement in Hamburg... ...en gaat dan naar Zwitserland, hij woont in Zwitserland. Um, dus het is... Ja, en hij, hij travelt natuurlijk ook heel veel Amerika en dat soort dingen... Dus, ...want daar is eigenlijk zijn main market. Je moet... Wel je contact houden. Hè? En, en Godzijdank hebben we FaceTime tegenwoordig. Yeah. Ja, voor mij is het natuurlijk ook de redding die ik heb met Damian nu, die in Denemarken woont. Het yeah. is wel de story of my life dat bij mij altijd alles verspreid is. Hè? Mijn ouders wonen in België, mijn uh, broer en zijn man wonen in Amsterdam, yeah. mijn kind woont in Denemarken, ik woon in Duitsland, mijn man woont in Zwitserland. Yeah. Yeah. Ja. Um, je zei die vrijheid die je ook wel ergens fijn vindt. Uh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Is dat ook een... Geven jullie elkaar bijvoorbeeld dan ook uh, überhaupt in de relatie vrijheid? Of, of is het wel dat jullie wel gewoon echt voor elkaar een monogame relatie hebben? Ja, we hebben een monogame relatie. Ja. Het uh, is niet een uh, vrijheid, blijheid uh, van uh, door de week heb ik nee. een boyfriend. Nee. nee, precies. Nee, maar goed. Ik kan me voorstellen dat je misschien denkt... Nou, tegenwoordig zijn natuurlijk... Ja, Nee. Nee, maar ik kan me voorstellen dat dat misschien ergens dan dat je denkt, nou. Um, ik kan me daar nog wel, eens, als ik voor mezelf mag spreken, nog wel eens over nadenken. Dat ik denk, nou, misschien is dat ooit een. Een optie? Een optie. Ja, weet ik niet. Omdat ik dus heel erg merk dat, dat ik soms vind dat. Um, monogamie zo opgezet is. Nou, ik zou in eerste instantie altijd wel voor monogamie willen streven. Alleen ik vind soms wel dat ik heel veel relaties om me heen zie. Dat ik soms het bijna het idee heb dat ik denk. Als ik veel met veel vrienden praat en gewoon erover heb. En dan denk ik: waar zit jullie probleem? En ik merk heel vaak dat het is dat er een stukje wordt gemist. Ja. En dan denk ik soms wel eens: ja. Ik... Dus haal het ergens anders. Ja, ik weet niet of dat de oplossing is, want ik zou dat zelf niet kunnen. Ik ben veel te jaloers. Ik ben echt een jaloerse kreet in ook. relaties. Ik ook. Ik moet er soms wel eens met Rafael over lachen. Want Rafael en Niklas zijn heel leuk samen en zo. En Dan hebben we het wel eens over vroeger. En dan, dan zegt hij wel eens: jij ja, was echt heel jaloers. Dus ik zeg ja, ik was echt heel jaloers. En dan Niklas zo, hè? Ja, maar bij mij ben je niet zo jaloers? Dan zeg ik zeg: nee, maar ik ben ook ouder geworden. Volwassener. Ja. Volwassener. Ja. ja, dat is een beter woord. Maar is dat, is dat, waar heeft dat dan mee te maken? Um, ik denk inderdaad, als je jong bent, ben je natuurlijk altijd, als je iets hebt waar je ontzettend veel van houdt, dat je bang bent om het te verliezen. Yeah. Terwijl ik nu weet inmiddels, nadat ik volwassen geworden ben, yeah. dat, dat als iets van jou is, dat het dan bij je moet willen blijven. Dus ik hoef niet bang te zijn om dat te verliezen, want als het zo is, ja, dan was het never meant to be. Nee. En ik zou het ook niet kunnen en ik zou het ook niet kunnen accepteren. Maar ik vind wel dat monogamie een keuze is. Een keuze is die je maakt op het moment dat je iemand leert kennen waarvan je weet, intuïtief, deze persoon kan echt het verschil maken in je leven. Want dan is het de persoon waarbij het het waard is. Ja. Ik heb ook wel eens gedate met mannen of ik dacht van, nou, jij denkt wel dat het voor altijd is, maar... Het gaat niet no, <laughs> En dan wist ik het. Daar ben je ook wel eens open in het verleden, in het, volgens mij open over geweest in het verleden, dat jij ook niet altijd toch monogaan bent geweest. Zeg ik, dat? ik Laat ik het zo zeggen: ik heb ook wel mijn fouten gemaakt. Ja. Um, en um, natuurlijk had ik daar ook mijn redenen voor. Um, maar zoals ik al zei, je leert van dingen. Je leert van uh, situaties in je leven. Dat is ook goed. Ik denk ook dat het goed is om dingen mee te maken, ook van jezelf. Mm -hmm. Waarbij je misschien zelf in jezelf al teleurgesteld bent geweest. Want dan weet je in ieder geval, zo wil ik het niet. Nee. Zo vind ik het niet oké. Okay. En um, ja, dat zijn wijze lessen. Maar ik ben dankbaar voor elke les in mijn leven die ik heb beleefd. Geen spijt soms van dingen? Op liefdesvlak? Um, niet echt spijt wat er is gebeurd in de zin van wa waarom iets gebeurd is. Maar wel soms spijt van de manier waarop. Want bepaalde dingen, als je terugkijkt in je leven, dan zijn bepaalde dingen onnodig geweest. Hadden niet zo hoeven te zijn. Maar ook dat is iets, het leven loopt dan weer zoals het leven loopt. En dan kan je altijd wel denken: hè, die oude koeien uit de sloot te halen, maar dat, dat brengt ook niks. Nee. Nee. Maar sommige dingen hadden eleganter gekund. En, en mag ik dan vragen waar je dan op doet? Nee. Nee. <laughs> um, Oké. Okay. Maar nu mag ik weer? Uh, ja, dat denk ik toch? Of wil je nog ja. een, uh, nee, 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 een nee. andere indiscrete vraag stellen? Robert? Nou, ik vind gewoon: jouw hele liefdesleven is gewoon mega. Het um... is lekker soepapper. Ja. Het is gewoon: er is altijd zoveel over te doen geweest. Grappig hè? Ja. Hoe komt dat, denk je? Hoe komt dat? Omdat ik uh, een zeer gepassioneerde vrouw ben, <laughs> en ik hou van liefde. En ik leef graag mijn leven heel intens. Ik ben Ram met ascendent Scorpioen. Scorpioen okay. zei ik, dat ik af Duits. <laughs> scorpioen. <Schorpioen. laughs> die, Maar niet een te heftige scorpioen, want ben ik, ik ben natuurlijk Ram. Maar het is wel een soort van die combinatie is wel vrij intens, ja. En ik. Hoe uitzicht dat dan? Ik hou van verliefd zijn. Ik, ik, ik vind het heerlijk om uh, helemaal te focussen op iemand. Ik, ja. Ben je dan snel... Uh, uh, ik weet niet of dat ook... Ben ik snel verliefd? N nou, ben je snel uh, verveeld dan? Natuurlijk. Ja. Natuurlijk ben ik snel verveeld. Dat was ook altijd mijn probleem. Nu kan ik mijn drang... naar afwisseling en naar... avontuur kan ik... helemaal weer uit mijn carrière halen. Ja. En dan zie je ook dat dat deel... ook weer ja. die push krijgt... waar ik net het over had. Ja. Um, en dat dat eigenlijk overheersend is wat mensen nu zien en niet meer daar Sylvie met haar lijst van mannen. Dat vind ik zo verschrikkelijk. Kan ik je vertellen hoe verschrikkelijk ik dat vind? Die lijst. Die lijst. Like honestly, welke vrouw van 44 heeft niet een lijstje waar ik zeg maar 10 of 12 mannen op staan? Wat steekt je daar dan zo in? Alsof het een soort van lijstje of shame is. Ja dat het bijna wordt gebracht van oh kijk haar nou eens. Zij heeft er yeah. zoveel mannen verslonden ja, dat het zo wordt gebracht man eater ja maar waarom is dat bij jou dan komt dat dan niet <laughs> man eater <yeah. lacht> ja I ja. wish ja ja maar je hebt natuurlijk ook wel heel veel echt hele uh, knappe leuke mannen altijd gehad en je bent natuurlijk ja, een een verschijning om te zien ben jij dan iemand die gewoon lekker ook een avond op stap gaat en daar in de bar een hele leuke man ontmoet en daar dan mee naar huis gaan. Of ben jij eerst iemand die uh, heel erg een... vertrouwen moet winnen nee. en eerst moet gaan daten? Nee, ik ben een veroveraar. Ja? Oh ja. Ben jij dan ook iemand die voor de eerste move zou kunnen maken? Die... Ik heb altijd alleen maar zelf de eerste move gemaakt. Hoe en ging dat, dat is zo boring. Is wel leuk, het is ja. grappig. Maar het is echt dat je denkt van jeetje Mina, wat zijn mannen zijn? Ja. Vreselijk dat je eigenlijk als vrouw, je yeah, getting ready, je bent yeah. mooi aangekleed, Je, je best hakken aan, ik kom binnen. Ik bedoel, hè, als je dat op televisie ziet of een Netflix-serie, yeah. dan komt er toch een hele knappe, yeah. dashing man <laughs> en um, weet ik veel, bestelt je wat te drinken en heeft een of andere superlijn. Yeah. Dat ja, je, denkt je van, onder de tafel okay. ja, glijdt, ja. toch? Ja. maar het is niet zo. Nee. Niet realiteit. Het is niet realiteit. Jij mag uh, een kaartje pakken. Denk ik, toch? Ja. 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 Wat is het allerbelangrijkste in jouw leven? Oeh, het uh, allerbelangrijkste in mijn leven is. Nou, daar hoef ik eigenlijk niet lang over na te denken: dat zijn uh, mijn vrienden en mijn familie. Ja. Met, met kop en schouders erbovenuit. Gewoon om met hun tijd te spenderen. Uh, dat vind ik het allerleukste. Zoals de afgelopen week ben ik dan heel veel aan het werk geweest en ben met verhuizing bezig. En dan merk ik gewoon dat ik zo niet of in mijn agenda zo aan het zoeken ben naar momenten. Wanneer kan ik dan met vrienden zijn of eten of op stap gaan of iets leuks gaan doen? Dus ik merk gewoon dat dat voor mij echt bij far het aller, allerbelangrijkste is. Ja, dat is mooi hè. Als ik de vraag aan jou stel, ik denk dat ik het weet, maar ik ga het wel stellen. Wat is het allerbelangrijkste in jouw leven? Dat is Damian. Ik heb maar één. One and only, forever, komt niks in de buurt. Nee. En dat is Damian. Hij is mijn grootste kracht en mijn grootste zwakte in mijn leven. Ja. Is het dan niet... Uh, want je vertelde net zelf hij woont nu niet in fulltime bij jou. Ja. Want bij zijn vader. Is dat dan niet ontzettend moeilijk? Ja, dat is heel moeilijk, ja. Ik, Damian is, is mijn alles. En het liefste zou ik elke dag met hem willen zijn om alles te bekijken wat hij doet en dat hele proces van tiener naar jonge man en ik ben jaloers op ouders die kunnen zeggen ach mijn kind is 20, 21, hij gaat uit huis dan denk ik ah oh, wat heerlijk wat heerlijk kijk tuurlijk hè, puberteit hè, en het is niet makkelijk om je kind los te laten hè. ze gaan stappen ze gaan dit doen ja. hè, ze willen eigenlijk ook jou niet meer echt zien hè. ze nee. willen hun eigen ding ja. doen en eigenlijk alles is cringe wat je doet ja. Maar toch, het is, het is een, een geschenk in het leven wat, wat ze gelijk niet kent. En voor mij wat ik het aller, aller moeilijkste vond toen de beslissing genomen was... die echt heel goed onderbouwd was ook door Damian zelf... in een, in een heel emotioneel gesprek tussen ons beiden. Um, en toen was hij weg. En toen realiseerde ik me echt dat het normale leven, hè, die normale structuur die een dag heeft als je kind thuis hebt, komt nooit meer terug voor mij. En ik heb echt heel erg struggled, maandenlang als ik zijn kamer zag, als ik, het was echt, het, ja, dat was helemaal niet ik, want ik ben in alles, ik kan in alles heel rationeel en sterk zijn, en daar heb ik het helemaal verloren. Ja, ik. Ik kan nu ter plekke weer huilen. omdat ik. Dat, en daarom zeg ik het ook, hij is mijn grootste kracht en hij is mijn grootste zwakte. Er is maar één iemand die ervoor kan zorgen dat ik dag en nacht niet slaap. Nee, dag en nacht niet. Elke nacht niet kan slapen ja. als er iets zou zijn. En dat is hij. Ja. Ja. Hoe, uh, hoe gaat het daar dan nu mee? Met het, ik zie dat je een beetje emotioneel ja. van. Ja, bent. dat maakt me heel erg emotioneel. Ja, en ik mis hem elke dag. Maar gelukkig, we hebben FaceTime en, en ik heb gelukkig echt de beste man op de wereld die elke dag zegt van hé hey Sylvie, als je wil, we stappen nu de auto in en we zijn in drie uur zijn we in Esbjerg. Ja. <laughs> weet je, dus het is, het is zo van, ja, nee, ik kan altijd heen. Tuurlijk laat mijn schedule dat niet altijd toe, maar het kan. En ik ja. hoef er niet voor in een vliegtuig te gaan, dus hey, ik ben echt dankbaar. En ik weet, hij is in de beste handen. Rafael, Estefana, het, het is gewoon echt. Als we allemaal samen zijn, het is zo'n fantastisch familiegevoel. Laat ze open, we zaten met z'n allen aan tafel. Hem met Raphaels ouders, met Essie, met Jesslyn. En Jesselyn is kunst aan het maken en Nicolas is haar aan het helpen en had papier. En, en, en Damian en zijn vriendin zitten er. En het is. Seriously, het is het mooiste gevoel. Had ik ook nooit willen missen. Ja. Ik moet wel even onder on de site zeggen dat ik het heel, echt heel mooi vind hoe je over hem, uh, over hem praat. Maar hij is maar alles. Ja. Yeah. Er is niks meer in het leven. Er is niets. Nee. Mooi. <laughs> ik uh, ga het kaartje pakken. Um, Oeh. Je bent heel erg ziek geweest. Mm -hmm. Wat voor invloed heeft dit nu nog op jouw dagelijks leven? De invloed. Van die diagnose, 14 jaar geleden, borstkanker, chemotherapie, uitzaaiing in één lymf. Dus het was ook niet preventief, het moest. En tot op de dag van vandaag uh, neem ik uh, medicijnen ervoor. Want mijn uh, kanker was uh, 99% uh, hormoongevoelig, hè, dat oestrogeen. Dus um, de invloed elke dag is dat ik dat ene tabletje neem. En de invloed is ook dat ik heel bewust ben van mijn lichaam. Dat er geen dag voorbij gaat dat ik er aan denk. Dat ik aan die tijd? Aan die tijd... Ja, ik, ik, ik denk wel dat ik elke dag... Misschien één seconde, twee seconden... Of misschien als er een onderzoek komt, iets langer eraan denk. Um, dat ik dat gehad heb. Ja, maar het is niet zo dat ik er alleen maar een soort van verdrietig aan denk. Het is gewoon deel, zo deel van mij, zo deel van mijn verhaal, zo deel van mijn um, waarom ik nu ben zoals ik ben. Ja. Um, en dan wordt het natuurlijk anders en een tik nerveuzer als ik weer mijn testen heb. Ja. En ik laat me elke zes maanden compleet uh, checken. Ja. Ik ben natuurlijk een kleine control freak. Ja, maar ja. Hè, en dat is ja. voor mij heel belangrijk. Ik wil die bevestiging hebben dat alles goed is. Dus als dat er weer aankomt, wat vrij snel gaat hoor, want zes maanden zijn zo om. Ja. Um, ja. Dus dan denk je, eigenlijk heb je drie, drieënhalve maand, vier maanden heb je rust. En dan ga je alweer denken, oh ja, ik moet het weer inplannen. Oh Ja. <laughs> ja. ja. Ah. En, maar ben je dan, wat uh, een van mijn beste vriendinnen heeft, uh, borstkanker gehad, redelijk recent? Ja. Um, zij ze, gaf aan dat ze is op een andere manier naar het leven gaan kijken. In de zin van dat ze soms zegt, ik ben soms van bepaalde dingen gewoon meer gaan genieten. Ja. Is dat herkenbaar? Absoluut. Je gaat meer genieten. Je gaat intenser leven. Je gaat ook radicalere beslissingen nemen in je leven. Ik heb veel omgegooid, dat uh, weten we, uh, na die tijd. En... Um, Bepaalde dingen gaan weer normaler worden. Hè? Want ik, ik had me voorgenomen nadat ik dat had overwonnen, voelde ik me echt zo. Nou, niets in het leven kan mij nog nerveus maken. Want heel eerlijk, ik heb chemo gehad. Ik heb te horen moeten krijgen dat ik kanker heb. Ik heb... Gevochten voor mijn leven, wat kan mij nog nerveus maken? Ja. Totdat je dan weer live een of andere show van miljoen, miljoenen mensen aan het presenteren bent, ja. en dan ben je weer nerveus. <laughs> weet je wel zo. Dus ik, Oh ja, dit was het. <laughs> ja. Wat je net zelf zei, je bent een control Ik Ben je dan bijvoorbeeld nog soms dat je dan denkt, voor, voor de spiegel staat en dat je dan denkt: oh, volgens mij is dit niet goed? Of dat je iets voelt lichamen dat je denkt, oeps. Ik herken nu iets van die tijd of zo. Ja. Ben je, heb, heb je dat soort momentjes nog? Nee, ik gehad? heb het vooral, ik heb mijn uh, knobbeltje ontdekt toen. En dat was toen ik een truitje heel hoog in mijn kast legde. En ik voelde echt een heel scherp steekje in de zijkant van mijn borst. En elke keer, en dat is natuurlijk vaak, want ik ruim hè, mijn kast in en uit. <laughs> dan zal ik altijd nog terugdenken aan toen voelde ik wat. Dus ik ben altijd heel dankbaar als ik iets. Heel hoog wegleg, of dat nou met mijn linkerarm of mijn rechterarm ja. is, toen de tijd was het mijn rechterarm, um, dat ik niks voel. Want ik weet nu inmiddels, en daar kan ik ook echt op vertrouwen, je lichaam geeft je signalen. Ja. Je hoeft niet bang te zijn dat je het. Bij sommige dingen weet je het inderdaad niet, maar bij de meeste dingen voel je iets. Er is altijd iets wat jou die aanwijzing geeft. Maar bij zijn mensen, hè, de meeste mensen steken heel graag een kop onder het zand. Ben je ooit, of nu, of, of in, toen, ben je ooit bang geweest voor de dood? Ik heb dat toen gelijk gezegd. Ik ga het overleven. Ik heb geen enkel moment gedacht dat dat zou kunnen gaan gebeuren. Het was geen optie. En ik ben ook iemand, ik ben dan heel radicaal. Ik heb nog nooit in mijn leven borstkanker gegoogeld. Ik heb nee. nog nooit in mijn leven chemo gegoogeld. En ik heb nog nooit in mijn leven al die dingen die ik moet doen gegoogeld omdat je bang was voor nee, ik alle... ik wilde het niet visualiseren. Want ik ken mezelf. Als ik dat ga googlen. Als ik zie wat er allemaal mogelijk is. En ik weet het. Heel veel mensen willen... Hey, kennis is alles. Je wil alles weten. Begrijp ik. Maar voor mij zou dat het slechtste geweest zijn wat ik had kunnen doen. Want zodra ik in mijn hoofd, en mijn hoofd is heel sterk... weet wat er kan gebeuren voor effect. fact... Ja. dan was ik misschien nooit zo in. In een tunnel geweest, wat dat betreft. Nee. Ik heb vanaf dag één gezegd: ik ga dit overwinnen. Ik ga die chemo doen. En ik ga met met waarde doen. En ik ga blijven werken. En ik ga, waar nodig is, andere vrouwen helpen waar ik kan die hetzelfde moeten beleven, jammer genoeg. En ik ga dit gewoon doen. Ja. Mooi. Ja. ja. Um, ik denk dat uh, jij. Ik mag, ik mag hè? Ja, volgens mij. wel. Uh, ga ah, ik vergeten bij mij helemaal. Ik hoop dat ik nu echt een hele indiscrete ja. vraag ga. <laughs> oh, nou ja. Let's see. Wanneer ben jij voor het laatst echt gekwetst door iemand? Het is moeilijk een intense. Uh, wanneer ben ik echt? Um, ik denk dat ik redelijk mo moeilijk. Ik denk dat voornamelijk echt mensen om me heen me echt kunnen kwetsen. Dus mensen om wie ik geef en van wie ik hou. Ja. Um, en gelukkig gebeurt dat niet heel veel. Dus ik denk één ding. Ga ik dat vertellen? Nou, uh, dus ik denk één ding wat ik, wat ik niet vergeten ben, is dat ik had een hele lange tijd één beste vriendin. Mm -hmm. um, en er was toen een tijd een, een, een jongen in mijn. Een, ja, een jongen was het. Ja. Jongen, is het? Uh, in mijn leven. En uh, op een bepaald punt. was zij daar heel erg van op de hoogte. dat ik super uh, gek op hem was. Mm -hmm. En toen is zij op een, in mijn huis. waar ik in, soort van in mijn bijzijn. Uh, of niet in mijn bijzijn, ik lag in, in mijn slaapkamer. en toen is daar het een en ander gebeurd die mm -hmm. nacht. En dat, was, dat is iets wat ik soort van. dat is nu twee, drie jaar geleden. maar dat is iets wat ik nooit ben vergeten. En ik denk dat dat omdat dat echt op dat moment iemand was die zo dicht bij mij stond. was gewoon mijn... Ik zag haar elke dag. Mm -hmm. Dat iemand dat dan uh, flikt. Uh, ik denk dat dat, als ik terugkijk op mijn laatste paar jaar... Iets gebeurt tussen haar en hem. Ja. In jouw slaapkamer. In mijn, mijn woonkamer. Ja. Wauw. Als je dat voor jezelf... Mm -hmm. um, wat voor effect he, he, heeft gekwetst worden op jouw leven gehad? Dat mijn... Uh, mijn cirkel... He, het gewoon heel klein is geworden en dat vind ik eigenlijk niet erg hoor, want ik heb liever overzicht ja. en het gevoel dat mijn vrienden, het zijn mijn echte vrienden, het zijn family, en zeker. Kijk, ik woon hier in Hamburg en nu Damian in Denemarken is en uh, ik getrouwd ben maar mijn man hier ook niet fulltime woont, um, is natuurlijk mijn Hamburg familie, familie mijn vrienden hier, dat, dat is echt mijn inner circle ja. en dat is voor mij echt super, super, super belangrijk en. Dat kringetje is heel klein, maar ik denk dat dat ook het beste is. Want ja. wij hebben allemaal geleerd uit het verleden. Ook mijn team heeft geleerd. En, um, en de vrienden die ik nu nog over heb gehouden, die weten, die weten gewoon: uh, daar is een bepaalde code ja. en die verbreek je niet. Nee. Weet je wel? Um, dat zijn. Um, dat zijn dat is Soms wel gevoelige informatie. Uh, informatie als dat bij iemand komt hè, die, die het niet goed voor mij voor heeft. Dan komt het in de pers of verkeerd ja. uitgelegd. Of ik zeg maar, whatever. Ja. Um, want het leven blijft het leven. Natuurlijk gebeuren gebeurden dingen. Ja. Alleen het verschil is, het komt nu niet meer in de pers. Nee. En vroeger wel. Maar als je een nieuw iemand wil leren kennen, moet je dan. dan moet je bijna geheime ik heb, ik dingen opzetten? Nee, maar toen, toen. toen. Ik heb. Oh, wat ik allemaal gedaan heb. Ik heb. Ik ben in een auto gegaan, in een parkeergarage, in een andere auto gestapt. Zo. Ik ben s'nachts, als alle camerateams, want het was uh, niet alleen paparazzi, maar ook heel veel uh, fans met uh, hè, al die jaren, die, die, die wilden ook bewegende beelden en zo. Ben ik wel eens in het appartement van Durte, Nanny die ons altijd begeleid heeft toen ja. Nanny klein was. Ben ik s'nachts in haar appartement gaan slapen. Om, hè, dat had dan niemand door, om vervolgens vanuit haar appartement naar het vliegveld te gaan, zodat ik in alle rust ergens naartoe vliegen kon. Ja. Dus als, als je dus een leuk iemand leert kennen in Hamburg en je gaat start daten, dan is nee, het gewoon onmogelijk. een geheime operatie bijna. Ja. Omdat... Absoluut. Meestal had ik mijn dates uh, in het buitenland. Pff. Ja. En dan nog altijd onder begeleiding, onder het motto van Girls Weekend, shoppen. En uh, ja, dat soort dingen. Oh, hier ben ik heel benieuwd Nou, Dit vind ik leuk. Wat is op werkgebied het leukste dat je ooit hebt gedaan en wat het vreselijkste? Het leukste. Het is de afwisseling die het zo leuk maakt. Want zou ik alleen maar elke dag als presentatrice zou ik niet leuk vinden zou ik alleen maar model zijn vreselijk zou ik alleen maar bezig zijn met collecties maken ook al, dat is ook niet mijn ding het is alles samen wat het voor mij leuk maakt dat is voor mij dat het het waard maakt om om de consequenties te dragen van dit leven ja. um, wat ik niet leuk vind wat vind ik niet leuk Misschien vind ik het niet leuk om voor de honderdste keer te vertellen... wat ik allemaal doe om een mooi lichaam te hebben. Ja, ik heb dat niet gevraagd. Ik heb het niet gevraagd. Wat is je body secret? Wat is je body secret? Dat doe je met je haar uit. Ja. Kijk, dat is dus de meest gestelde vraag. Oh, echt. Het is alleen maar. Het gaat alleen maar. Wat is je geheim? Waarom is je lichaam zo? Wat doe je dan? Wat eet je? Hoe vaak sport je? En het komt elk jaar terug. Jij mag uh, de, oh. laatste, de laatste vraag... Ja, dat vind ik... En dan heb ik nog een vraag, die, die, die doe ik erachteraan. Okay. Hoe bekender je wordt, hoe meer je in de roddelpers komt... Hè? Hoe ga jij je daartegen wapenen? En dan vooral tegen deze... Kennen we niet in Duitsland, gelukkig maar. Uh, die uh, juice-kanalen. Oh, ja, dat hadden we net. Ja. Um, ja, ik um, vind dat een moeilijke vraag. Het uh... is eng, hè? Ja, ik vind het ook bijna een soort eng om er meer in de zin van om er heel erg over na te denken. Omdat ik denk dat het gelukkig nu, ja, ook een enkele keer op, op de kanalen die er nu Bijvoorbeeld als we het over de Juice-kanalen hebben, ja, daar staat een enkele keer wat op. Um, ja, natuurlijk hoopt iedereen dat, je, dat ze je een soort van een beetje met rust laten. Um, maar ja, het is er en het is onderdeel van deze tijd. En ik denk dat het heel naïef is. Voor, zeker voor mijn generatie, om daar maar een soort van tegenin te blijven gaan. Omdat ik denk, het is er, het gaat de komende jaren nergens heen. Dus dan denk ik voor mezelf... Laat het gaan. Laat het gaan, maar ja. probeer je er niet te veel op te focussen. En probeer nee. gewoon ook gewoon op te letten, uh, net als wat met jij, jij benoemt, soms met bepaalde momenten, ja. waar je van weet, ik ben nu uh, op een publiekelijke plek. Ja, dan moet je soms gewoon even extra opletten. Met ja. wat je doet en zegt. En dan kan je wel blijven roepen van. Oh ja, maar lekker, ik heb er scheid aan en ik la gek. Ja, dan zijn dat wel de gevolgen. Want dat is gewoon deze tijd. Iedereen heeft een mobiele telefoon, ja. iedereen kan je filmen en iedereen kan je fotograferen. Als, je het vervelend, als ik het vervelend zou vinden om bewijzen van. Dronken op lowlands te staan en dat iemand mij daar fotografeert, bewijzen van of. Dan moet je niet heen gaan. Dan moet ik er niet heen gaan en ja. dan moet je er gewoon opletten. Maar als ik wel weet dat kan gebeuren, ja, dan is dat wat er is. Want ik wist van tevoren dat ik daarheen ging. Ja. Ben je zelf wel eens... Uh... Gecanceld? Nee, 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 nee. <laughs> nee, nee. nee. <laughs> nee. nee, nee. <laughs> maar ben je wel eens bang geweest voor, voor. Voor dat? Voor die beweging. Want het is natuurlijk. Ik denk in Nederland is er natuurlijk op een gegeven moment een. Denk ik, vanuit die MeToo-beweging is dat overgegaan in dat mensen meer zijn gaan praten, aan een bel zijn gaan trekken, hulp hulpzeggers ja. ook hun verhaal zijn gaan delen. Ja. Wat goed is, hè? Ja. He, absoluut. Daar zeg ik ook niks over. Nee, 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 hè? dat vind ik ook heel goed. He, maar maar denk... het gaat niet alleen maar om dat soort van cancel. Het zijn ook andere vormen van ja. cancelen. Maar ik ben zelf nooit in die situatie, godzijdank, gekomen. En ik vind het heel belangrijk uh, dat daar openheid in is. En ook mensen die het hebben meegemaakt, hun verhaal is real en is. Uh, uh, belangrijk uh, om te uiten ja. en te vertellen maar daar gaat het me niet om, het gaat meer om wat ik zie wat ik meer zie in Nederland als in Duitsland en dat is het venijn het venijn waarmee dingen geschreven worden, het venijn waarmee dingen besproken worden in, in hè, show um, showbiz ja, show, ja, show news, boulevard ja. ook leuk hoor, daar gaat het me niet om dus het is ook leuk maar het is wel met heel veel venijn. En dat zie je niet in Duitsland. Wij hebben ook showprogramma's. En daar is nul venijn. Daar wordt nieuws gebracht. En dat kan ook wel een schandaal gebracht worden. Of uh, om een kleine ironie in de voice-over die wat vertelt. Maar er zijn geen bloeddorstige presentatoren die ready zijn om iemand gewoon helemaal af te maken. Ja. En dat is gewoon iets wat mij altijd verbaast. En daarom voel ik me beter hier. Ja, ik snap dat. Ja. He, hebben die, uh, wat je net zelf zegt, die bloeddorstige mensen die daar dan soms zitten... Ja. Jij hebt daar natuurlijk ontzettend veel last van gehad. Ja. Um... Met hun oordelen. Ja. En hun denken dat ze informatie hebben en... Vreselijk. Is niet het... Uh, want dat vraag ik me wel eens af. Want, want uh, in allemaal dat soort fases die je in je hele leven hebt gehad... Werd natuurlijk zo vaak dingen gezegd. En waarschijnlijk negen van de tien keer zaten dingen anders. Of was de waarheid... Maar was de waarheid er niet vanuit jouw waarheid? Ja. Hoe um, ga je daar dan s'avonds soms mee slapen? Met de frustratie dat je denkt... Maar zo zit het niet. Maar oh, ik, ik heb één keer niet... wat gedaan. Toen heeft iemand... En ik ga geen namen noemen. Hè? Nee. Maar één iemand had in een, in een showbiz-programma... Het feit veroordeelt dat ik bij de verjaardag, de zestigste uh, verjaardag van, uh, of de vijfenzestigste verjaardag van mijn schoonvader was. Terwijl het had kunnen zijn dat Damian zijn eerste wedstrijd speelt. Die wedstrijd heeft nooit plaatsgevonden, want wij wisten van die wedstrijd wordt waarschijnlijk verschoven. Ja, je bedoelt je schoonvader van... Van, van nu. Ja, precies, ja. En ik heb die persoon, en ik ben niet met frustratie in bed gegaan, en ik, ik heb die persoon een bericht geschreven op Instagram, dat ik zo teleurgesteld ben als moeder in een andere moeder, om iets waarvan je geen weet hebt, op nationale televisie, mij eigenlijk, zonder misschien die woorden te benoemen, maar een slechte moeder te noemen. Ja, dat is, denk en ik dat ook. is eigenlijk de eerste keer dat ik gedaan heb. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik die persoon zo hoog had zitten. En ik zo teleurgesteld was in een andere hardwerkende moeder. Die ja. beter had moeten weten dan dat te uiten. Ja. En gewoon getriggerd waarschijnlijk door die andere Mensen eromheen. bloedhonden. Ja. Um, maar teleurstellend. Ja. Doe je niet. Nee. Doe je niet als je niet de feiten weet. En doe je zeker niet. Als je weet dat het een hardwerkende moeder is, die op dat moment weet, die wedstrijd gaat niet eens plaatsvinden. Ik ga naar een verjaardag die ook niet meer terugkomt. Nee. Maar dat, lucht dat dan niet op, op het moment dat je dat doet? Ik vond het heerlijk om te schrijven. Ja? Ja. ja maar ik kan dat <laughs> echt... ja, Dat je denkt, en cent. En cent. Ja, en... Good here. night. Ja, Jeez. ja. <laughs> Ik ga lekker slapen. Ja, ja. maar ik kan me dat wel, maar dat heb ik je hebt denk ja. ik... als je daarmee terugwerkt. Nee, maar als Maar en als je dan gedaan... met terugwerkende kracht daar aan denkt, had je dat soms niet veel vaker willen doen? Het... Nou, nee, ik heb het nooit gedaan. Waarom niet? Die mensen hebben niet mijn respect. Nee. Die mensen betekenen niets voor me. Ik heb het alleen maar gedaan omdat omdat dat me geraakt heeft, omdat ja. dat iemand was waar ik respect voor had, die ik hoog had zitten, die ik gezien heb als hardwerkende vrouw, moeder. Ja. Laatst bijvoorbeeld wordt er gezegd bij, uh, bij Show News: werd er gezegd dat hey, uh, Duitsland is klaar met Sylvie? Ja, maar dat is omdat ook de mensen van Show News of van Boulevard uh, niet echt Duits kunnen lezen, blijkbaar. Nee. <laughs> Want dat hebben ze gezegd omdat uh, Love Island dit jaar in september niet gedaan wordt, omdat het concept nog maar bewerkt wordt en uh, RTL2 heeft aangekondigd volgend jaar in september met mij als presentatrice terug te komen. Maar als ze dat niet goed kunnen lezen, als hun Duits, als, als hun school Duits niet genoeg is, dan is het natuurlijk lastig. En dan willen ze liever zoiets brengen. Ja. Ben je wel eens bang dat het stopt of dat het minder wordt? Nou ja, bang. Ik ben realistisch. Weet je, ik weet gewoon, er zijn in, 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 een, in een carrière zijn er altijd van die golfbewegingen. En sinds de pandemie heb ik één geluk gehad: dat bij mij die golfbeweging weer enorm naar boven is gegaan. Ik heb nog nooit zoveel gewerkt zoals nu. En daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor. Hoe lang die golf daar blijft, dat, dat weet je nooit. Ik weet wel één ding, is dat ik altijd gemotiveerd zal zijn om, om mijn eigen stappen te zetten in mijn leven. Om, om lekker aan het werk te zijn met de dingen die ik leuk vind. Ik kan niet uitsluiten dat ik uiteindelijk wel steeds pickier ga worden in wat ik doe. Dat heb ik nu al gedaan. Ik heb een tijdje lang ook best wel veel geïnfluenced en zo. Maar ik heb ook echt heel veel dingen laten gaan. Ik heb me geconcentreerd op mijn grote projecten, mijn grote campagnes. Grote collecties, die verder uitbouwen, ja. strategisch daar te denken. Ik wilde weer op televisie, ik wilde Love Island, naar nou, Love Island is gekomen. Er zijn een paar dingen in de making die ik nu niet kan zeggen, die enorm zijn, die geweldig worden. Um, en ik, ja, daar geniet ik van. Maar hoe lang dat duurt, you never know. Nee. Maar ik weet wel dat wat ik opbouw, dat dat iets is waar, waar ik lang op kan kanteren en wat mij heel veel plezier gaat geven. En uh, Let's see. Ik heb uh, nog heel veel plannen en ik uh, heb nog heel veel grote dromen. Te gek, zeg. Ja. Ik, uh, en het, wat ik nu ga zeggen, meen ik echt. Ik heb zo'n ontzettend leuke kant van jou vandaag leren kennen. Oh. En daar uh, ben ik heel erg blij mee. En ik denk ook echt dat heel veel mensen die hiernaar gaan kijken, dat ook gaan zien. Oh. Uh, want ik heb, veel, ik heb heel veel van je gezien. Uh, ik vond je altijd al heel erg leuk. Maar ik... Uh... Dat, is, dat gevoel wat ik bij jou had uh, is bevestigd. Dank je wel. En uh, ik vond het echt een heel erg leuk gesprek, dus ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. En ik hoop dat je die nervositeit die je had, dat ja. die echt na drie seconden weg was. Absoluut. Ja. Ja, nee, nee, en maar... ik heb er ook van genoten. Ja, gelukkig. Het een heel erg leuk gesprek, dank je. Top, jij bedankt. <laughs>